Werk en uitvoering. We gaan kijken naar de verwerkers. De verwerkers die staan hier in het midden. We gaan niet alles bekijken, maar we gaan een aantal eventjes nader bekijken. Dat doen we met een paar oefeningen. Misschien makkelijk als je tegelijk met je digitale systeembord meedoet. De eerste oefening is als volgt. Ja. Ik wil dat hij het volgende doet. Ik ga op de drukschakelaar klikken. En als ik dat doe, dan moet de LED gaan branden. Nou, op zich niet een moeilijke oefening om te beginnen, lijkt mij. Ja, hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, als je het hebt geprobeerd, ja, dan gewoon één draadje van links naar rechts. In feite sla ik dus alle verwerkers over, want ja, die hebben weinig te doen. Volgende. Ja, deze val en denk van, hey, doet hij wat? Ja, hij doet wat, want kijk, het lampje, dat brandt al zonder dat ik ook maar iets doe. Ja, maar als ik nu op de drukschakelaar klik, dan moet je uitgaan. Dus eigenlijk net andersom dan zo net. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Dus hij moet eigenlijk net het anders omdoen dan zo net. Ja, als ik op een knopje druk, moet je uitgaan. Nou, dan zie je, ja, net andersom, dat hier de inverter staat. Inverter betekent omkeren. En die maak ik hier deel van uit. Ja, ik doe een draadje van de drukschakelaar naar de ingang van de inverter. En de uitgang zet ik op mijn lampje. En dan doet hij wat ik nodig heb. Oftewel, wat doet de inverter? Ja, de inverter doet, als ik er niks in zet, dan geeft hij alles uit. En zet ik er een 1 op, ja, dan geeft hij niks uit, een 0. Dit zetten we vaak in een zogenaamde waarheidstabel. Een waarheidstabel geeft aan hoe een component zich gedraagt. En voor de inverter krijg je dus in een waarheidstabel dat als er een 0 inkomt, gaat er een 1 uit. Als er een 1 inkomt, gaat er een 0 uit. Goed. Volgende oefening. Ik ga op een schakelaar drukken en er gebeurt niks. Nou, dat is niet zo moeilijk om te maken. Maar ik ga nu ook op de andere schakelaar drukken, dus tegelijk, en dan gaat de LED branden. Dus een LED gaat pas branden als ik op beide schakelingen tegelijk druk. Dus ik druk op deze en ik druk op deze. Nou, ik heb het woordje genoemd. Ja, ik druk op deze en op deze, dus ik heb de N-poort nodig. Dat is degene die ik nodig heb. Ja, wat doe ik? Ik doe een draadje van de ene schakelaar naar de endpoort en van de andere schakelaar naar de endpoort. De endpoort heeft twee ingangen en de uitgang zet ik op het lampje. Ook hier weer eventjes. Ja, dit is de endpoort. Twee ingangen, één uitgang. En als ik 0 erop zet, komt er 0 uit. Als ik 1 van beiden 1 maak, dan blijft het 0. Het wordt pas 1 als beiden 1 zijn. Waar is de bel? Krijg je dus deze, ja, als één van beide ingangen 0 is, ja, hier 2 0, deze 0 of die 0, dan zal hij altijd 0 afgeven. Hij geeft pas een 1 af als beiden een 1 zijn. Weer een oefening. Ik druk weer op een schakelaar en meteen gaat een lampje branden. En het lampje blijft gewoon branden, ook als ik op een tweede drukschakelaar doe, maar hij blijft ook branden als ik die andere weer weghaal. Ja, hij gaat weer pas weg als je beiden weghaalt. Ja, dus hij gaat branden als ik of deze doe of deze doe. Eén van beiden is voldoende. En je hoort het alweer, of, dus ik heb hier de of-poort nodig. Ja, je doet dan een draadje van de drukschakelaars naar de of-poort, de ingangen en uitgang van de of-poort naar het lampje. De off-poort, net andersom dan de endpoort. Het is wel weer zo dat 2 keer een 0, dat geeft ook een 0 als uitgang. Maar als ik nu 1 van beiden een 1 zet, dan krijg ik meteen ook een 1 eruit. Ja, 2 keer een 1, nog steeds een 1. Ja, de andere op 0, maar de andere nog steeds op 1. Blijft 1. Ja, oftewel, de waarheidstabel, wat is dat? Ja, ik krijg als uitgang een 1. Als 1 van beiden een 1 is, en beiden mogen ook een 1 zijn.
Ja, en dit is de waarheidstabel van een off-poort. Vervolgens even oefening met de variabele spanningsbron. Ja, let even op, ik ga deze zo meteen langzaam opvoeren. En op een gegeven ogenblik zal een lampje gaan branden. Ja, even goed opletten. Ja, dus ik voer hem langzaam op. En hij gaat nu branden. Zie je? Dus hij brandt als hij ongeveer bij de 4 volt zit. Ja, oftewel, wat er gebeurd is, er wordt gekeken van wanneer wordt hij 4. En dan gaat hij branden. Ja? Nou, je moet dus vergelijken. En vergelijken, ja, dat wordt gedaan met de comparator. Ja, die comparator die vergelijkt of de spanning gelijk is aan 4 volt. En dan stuurt hij het lampje aan. Oftewel een draadje van variabele spanning naar de comparator. En een draadje van de uitgang van de comparator naar de LED. En dat draaiknopje bij de comparator, die zet je op 4 en dan doet hij het. De comparator heeft een detail. De comparator is de enige verwerker die als ingang een analoog signaal heeft. De N-poort, de inverter, de off-poort hadden allemaal een binair signaal nodig. De comparator een analoog signaal. De uitgang is wel weer binair, 0 of 1. Een waarheidstabel is hier een beetje vreemd, want het is echt afhankelijk natuurlijk van of die referentiespanning, ja, of die gehaald is of nee. Als de ingang kleiner is dan de referentiespanning, dan is de uitgang 0. Is die groter of gelijk aan de referentiespanning, dan is de uitgang 1. Goed, nog even aandacht voor het analoge en binaire verhaal. Ja. Kijk, analoog zijn al deze dingen. Ja, bij de AD-omzetter is de ingang analoog. Variabele spanning geeft een analoog signaal af. En alle sensoren geven een analoog signaal af. Ja, en die anderen zijn allemaal binair. Ja, een drukschakelaar is binair of 0 of 1, 0, 1. Ja, de pulsgenerator 0, 1. En natuurlijk de uitgang van een AD-omzetter is ook digitaal. Allemaal nulletjes of eentjes. En mijn verwerkers, ja, is maar één verwerker die analoog kan worden aangestuurd. En de andere verwerkers die we tot nu toe hebben gekeken, ja, hebben allemaal binair als ingang. Dus heb je een analoog ingangssignaal, dan mag je nooit zo'n draadje doen, want analoog moet passen op analoog. Dus die moet altijd naar de comparator. Ja, evenzo een binair signaal nooit naar de comparator. Een binair signaal altijd naar een binaire ingang, dus bijvoorbeeld hier de N-poort. Laatste oefening. Ja, stel je voor, ik heb hier de variabele spanning. Ja, die heb ik boven de 4 volt. En ik moet nu zo doen dat de LED begint te branden. Ja, hoe krijg je dit? Dit is eventjes, hij knippert. En als hij knippert, betekent dus dat je zeker gebruik zult moeten maken van de pulsgenerator. Hè? Dus, hoe gaan we hier te werk? Nou, wanneer brandt het lampje? Het brandje lamp brandt als er aan twee dingen wordt voldaan. Nou, allereerst moet de variabele spanning boven de 4 volt zijn. Nou, dan moet je dus gebruik maken van de comparator. Anders kan het niet. En een variabele spanning heeft een analoog signaal. Betekent dus dat ik een draadje moet doen van een variabele spanning naar de ingang van een comparator. De tweede voorwaarde dat de LED brandt is als mijn pulsgenerator 1 is. Nou, mijn pulsgenerator binair die geeft of een 0 of een 1 af. Hè, en als ik hem op 1 hertz zet, ja, dan gaat hij dus 1 keer per seconde geeft hij een 1 af. Nou, ja, hier staat het woordje N. Ja, LED brandt als het 1 en als het ander. Betekent dus dat ik de N-poort moet gebruiken. De comparator heeft een binair uitgangssignaal, dus die mag ik best met elkaar verbinden. Ja, oftewel een draadje van de uitgang van de comparator naar de ingang van de endpoort. En pulsgenerator, evenzo, hè, een binair uitgangssignaal, die mag dus naar de binair ingang van de endpoort. En tenslotte de uitgang van de endpoort naar de LED en ik heb het weer voor elkaar. Goed.
Werk en uitvoering. Ik zou zeggen, werk uitgevoerd. Tot ziens.